Ik. 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 Bol Nyshotzi. Jesper Hospes riet het beste seizoen uit zijn carrière ontnauta. Een goed moment van zelfs in het jaar van de Olympische Spelen. De specialist op de kwarte baan rocht hem vooral op de 400 meter. En dit seizoen riet Hospes op alle banen een nieuw persoonlijk record. Zet hij intussen bij de vrouwtop op de 400 meter en komt Sotsi heel diep dichterbij. Ik denk dat ik er dichterbij ben dan ooit. En dat is vanzelfsprekend, omdat ik Fjaurilin net hier het kwalificatietoernooi mocht rieten. Maar aanzien ik dit hier de top, de aansluiting weer voel hè, en ik draai nu mij de draai echte 400 meter toppers en dan maak ik nou deel van u, dus binnen nou echt vrouwen. Maar zelfs is er dus op dit moment bij de vrouwtop van de 400 meter eerst? Absoluut. Dat het dit seizoen zo goed gaat is net heel vanzelfsprekend. Vlinier roen het van je meter, maar onder oren trog mentale begeleiding rint het nou wel goed. Je wordt ouder, je wordt beter. Maar ik heb bewust keuzes maken op mentaal gebied en fysiek, trainingstechnisch heel veel om aan Gerard sprutsen. Want aan Gerard Vervelde. Want ik woer dit net weer. Dat hier. Ik riet in de ronde, ik wie fit en fysiek in waarde, maar het ging net hard. En dan wie een peer ding, ik wie net scherp en net wedstrijd fit. En dat woer ik net meer. En daar doe ik net voor. En daarom heb ik bewust keuzes maken, heel bewust traind. Na elke training koel ik mezelf in de spiegel rug aansje van heb ik er alles aan dien, dat heb ik dien. En alles klopt. De route naar Sotsi is ingewikkeld. Er is een prestatiematrix en die houdt uiteindelijk aan waar naar de spelen gaat. Kwartwij komt het er waarschijnlijk op del dat er 2 of 3 deelnemers op de 400 meter haar een pleetje zullen. Maar de broren Mulder en Jan Smeekers had Jesper pittige concurrentie. Maar die prestagematrix, daar had Jesper hem net mee dwaande. Ik weet zelf net precies hoe het in zijn werk zit. Word ik net maar bezig wijzen. En ik wil gewoon 2 perfecte races deel zetten. Want ik ben heel constant en dat niveau wil ik terugzetten. En die oren man, die scommelen hun eerste of hun 2e race wel eens. En dat kan je misschien juist wel redden. En het verschil maatje. Maar mocht Jesper hem plitsen, dan had hij 1 groot voordeel. Haast alle Nederlanders jerren bij de vrouwtop. Dus als hij hem plitst, dan is een bedaille realistisch. Nou, ik denk dat die, mocht ik me plaatsen, kwalificeren, dan binnen kansen lieke groot dat ik een medaille heb. Want Nederland draait mij voorin. Mijn niveau is groeiende. Ik heb geen idee waar het kan eindigen dit hier. En, nou, dat kan, nou, na 3 weken kan het ophoren, maar als het dan teruggeeft, dan goede koppen bij horen, geen rare ding dan. En Shanda Stever in de vorm van het leven best. Mocht ze die pleets verder spelen, is dat dan een droom die uitkomt? Ja, absoluut. Jesper Hospes, vreed 22 december, riet hij zijn 400 meters en zullen hij beschikje hem te pleetsen voor de Olympische Spelen. Hoor hem in de gaten, Jesper Hospes.